Kijk, je hebt bloemetjes en bijtjes. Ik ken dat verhaal niet. Dansen. Papa en mama gingen dansen. Yes, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet ben ik hier met de fam. Oh Jerry, wil je niet naar papa toe? Eén hand vloggen, andere hand Jerry. Maar ja, Jerry is de laatste dagen overlopen, hè, naar papa. Ja. Maar ja jongens, ik moet het eventjes kort houden, want zoals jullie zien is het gezin nog niet compleet. En dan komt dat Michaela op school zit en die moeten we nu ophalen. En ja, dat gaan we nu doen. Nog niet Jerry? Gaan we zusje ophalen. Kijk eens hoe groot die al wordt. En voor de mensen die het nog niet hebben gezien, ik heb het al een paar keer op mijn Insta-story gegooid. Maar tegenwoordig loopt Jeremiah dus. Maar buiten stapjes om loopt hij ook gewoon buiten nu. Kijk, daar gaan we. Ja, hey, wat doe je dat goed? Is je mooi? Zit je lekker, Jer? Bedankt voor uw antwoord. Ik waardeer het. Ik stel het op prijs. Zo, wat gaan we doen? Kom, doe. Kom. Oh, nou, hij is uit, hoor. Divaatje van de blok. Hey, Meem. Hoe was school vandaag dan? Ja, wat heb je allemaal gedaan? Werk jij? Werk jij op school? De werk betekent dat ik ga spelen. Dus je hebt alleen maar gespeeld op school? En heb je vandaag ook nog gespeeld met, hoe heet die? Elijah. Is Elijah een goede vriend of is Elijah een vriendje van je? Een goede vriend. Goede vriend. Oké, okay, maar je gaat een beetje blozen als ik het over Elijah heb. Vind jij Elijah een beetje leuk? Ja. Ja? Oh. Ja. 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 Oké. Okay. Wanneer mag papa Elijah zien? Als ik bij me thuis kom. Bij jou thuis? Ja, ja, ja. Komt Elijah bij ons thuis? Elke keer dag, mama. Ja, heeft mama dat al met papa besproken? Nog niet. Nog niet? Nou, dan gaat papa het eventjes met mama erover hebben. Nou, oké. Okay, mag Elijah bij ons thuis komen? Ja. Is die lief? Ja. Behandelt die Michaela met respect? Ja, hij is echt lief. Ja. Hij moet jou als een koningin behandelen, hè? Alleen dan mag hij met je omgaan. Afgesproken? Ja. Hé. Hey. Ben je boos? Ben je niet mee eens dat Michaela een vriendje heeft? Nee? Mag Michaela geen vriendje hebben? Of toch wel? Nee. Hij wil niet. Michaela, hij mag geen vriendje van Jerry. Michaela mag toch wel een vriendje? Wat doe je allemaal? Jongens, het is altijd nog wel gek. Iedereen die al mijn vlogs altijd heeft gevolgd, die weet precies waar dit is. Bij mijn oude huis. Het is altijd wel gek weer om hier eventjes te lopen ofzo, man. Maar ja, ik ben hier niet voor mijn oude huis natuurlijk, maar natuurlijk voor de kapperzaak. En daar zien we hem alweer aan het werk, hoor. Onze Tino. Onze Tino is weer bezig. Oh, dear. We zijn er. Oh, dear, teentje. Lekker, man. Ja, moet je ook. Oh, dear. Bro, dit had je nooit gevraagd als die kuilvlogcamera niet aanstond. Wacht even, hoe is het? Je weet toch, ik kwam denk ik met draaiende camera naar binnen omdat ik bij mezelf dacht van, hé. Hey. Nee. Je weet toch, misschien is er nog spot vandaag, man. Nee, man. Nee, je gaat me gewoon zo laten. Ga je zo laten. Zo, ja, man. Vroeger was je anders, man. Toen ik hier nog zat, was je anders. Vroeger kwam je hier vaker, toch? Man. Ja, ja. Ik voel me niet meer zo welkom, man. Nee, je bent altijd welkom. Zo, maar bro, je bent wel echt, zeg maar, oh, gespierde kapper, man. Ja, gaat die niet oké. Waar is, weet jij toevallig, waar Groenewoud is? Volgens mij zo. En dan moet je die kant.
Lekker bezig, Ben. Hey, Mimi. Zeg tegen oma Jay, je bent gierig. Nou, dit was mijn laatste hoop. Jay die me eventjes voor zou laten gaan, maar... is geen stress, Jay. Ja, toch? Hoe komt mijn baby uit de pijn? Wat? Hoe komt mijn baby in de pijn? Hoe? Zo. Ja. Ja, kijk, je hebt bloemetjes en bijtjes. Ik ken dat verhaal niet. Dansen. Papa en mama gingen dansen. Maar verliefd dansen. Net als een struisvogel. Dus eerst ging papa zo dansen. Papa vindt jou lief. Toen ging mama dansen. Toen zei mama, oeh, papa, ik vind jou lief. En 9 maanden later kwam de baby. Grappig. Ja, hoe moet je dat anders... Kijk, het begon allemaal bij Netflix. Maar ja, dat... Nou, serieus. Dat kan ik niet uitleggen. Dat is wel een vraag die je ook al eerder heeft gesteld, hè? Ja, maar ik kwam met de olievaar. Dat was wel eens dat je zwanger bent van de olievaar. Nee, joh. Dat is raar. Nou, ja, je was er niet op voorbereid. Moet ik je zo dat uitleggen? Ik heb het verhaal van bloemetjes en bijtjes ook niet. Ik ook niet. Nog nooit van gehoord. En Mimi, wat denk jij? De dansen of de olievaar? Dansen. En heeft het al... Oké, okay, wat ben jij aan het doen, zusje aan het pesten? Kijk, hij weet het. Sneaky lachen. Ja, hij is sneaky aan het lachen. Hij weet dat hij zijn zus aan het pesten is. Jay, je bent doordacht. Ik klap. Jay. Zie jij sneaky? Echt zo sneaky. Nee. En dan echt zo sneaky lach ook, hè? Ja, Miem, en dan heb je binnenkort nog een zusje erbij ook. Hebben we er zin in? Nou, vandaag is niet gekookt en lieve, vertel eens wat hebben we. Rotine. Nou, lekker man. Wat hebben we trouwens mee, Tarjan? Die heb ik gekregen. Nou, best gamer, je kan geen dad zijn. Ja, maar dat is toch geklaard, pas. Maar hij zit lekker. Ja. Nou jongens, wij hebben dus even lekker besteld. We hebben een rotine, dus een tijdje terug dat ik dat weer op heb. En hartstikke heerlijk, man. Lekker. Hoe eet jij je roti? Nou, ik doe het zo met de pankoek, maar doe ik even zo. Wat? Die wil je toch met je klauwen te eten? Nou, we zijn in ieder geval begonnen met de roti en ik ben begonnen met mijn soto. En je ziet het, allemaal rijst ernaast gegooid. Typisch ik. Oh, wat is dit genieten, man. Oh, jawel. Ik ging eventjes een hapje roti nemen. En ineens was mijn soep weg. Ja, ja, nee, je kan er niet meer langs. Jij was het. Tum tum. Tum tum. Tum 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 tum. Wow, ik wou een mooie intro gooien, man. Hij zat te denken aan een intro. En ik... Ik heb een intro. Wat een mooie intro. Wat een mooie introductie, man. In ieder geval, je ziet met wie ik ben, man. Ik ben met Ginger en we zijn bij de Leveling Studio. Je bent bezig met je nieuwe album. En dan moet ik natuurlijk wel even een first show opgooien, man. Ja, wel, ik hoop dat je iets vets gaat doen, man. Ja, toch? Ik ben benieuwd wat jullie vinden, man. Oh, nee, ik ga zingen op een refrein. Maar eerst even een theetje klappen, man. Ik zeg jullie eerlijk, man. Laatste tijd ben ik theegang, man. Vroeger was het koffiegang. Oh ja, fuck man. Vee, je bent ook in de vlog, man. Oh, en met wie ben ik nog meer? Hey. Met mijn portable PlayStation. Wow. Nee, maar ik ben met Setje. Maar jongens, kijk eens. Mijn portable PlayStation voor iedereen die een pak slagen met FIFA. Altijd van, ja, er is geen FIFA in de buurt. Weet je wat, als FIFA hier was geweest, had ik je pak slagen gegeven. Tegenwoordig kom ik gewoon met een koffertje, jongens. Kijk, je kan hem dicht doen. Die neem ik zeg maar zo mee. En dan zit gewoon mijn controller, FIFA, scherm, alles zit erin. PlayStation. En ja, man.
Hartstikke mooi. Nou, op. Ik kwam pas 7 uur thuis van studio. Helemaal kapot. En ik denk, ik ga hem jou gewoon laten afsluiten, want ik moet hem nog laten afsluiten. Oh. Dus, Oké. Nou, vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende vlog. Hey, later ik over jullie.